SOM Regio Journaal. Kunst op silo's. Sloop Oldenhuis. Jerusalemma Challenge. Beste kijkers, welkom bij het regiojournaal van deze week. De 21-jarige succesvolle street art kunstenares Rosalie de Graaf uit Doesburg is wel wat gewend. Maar 4 graansilo's van 9 meter hoog met spuitbussen beschilderen, dat is voor haar iets heel nieuws. Het kunstproject bij boerderij Het Westendorp van de familie Reusink in Aalten moet het begin worden van een silo art tour Achterhoek. Overal in de regio moeten lelijke agrarische gebouwen door verschillende kunstenaars worden verfraaid. Het begon bij een idee van boerin Suzanne die hier woont. En zij had in Australië een mooi kunstwerk gezien in the middle of nowhere. En toen zei ze van oké, tof, dit kunnen wij ook hier in Aalten doen. Dus het was namelijk een boerderij en er was een tour van 500 kilometer door Australië waar heel veel toeristen op afkwamen, specifiek om die kunstwerken te bekijken. Hoe kom je aan de personen die dat willen? Ik wilde een kunstwerk maken wat iets zegt over de gehele Achterhoek, want veel Achterhoekse verhalen zijn echt plaatsgebonden. Dus ik ben om tafel gaan zitten met bekende Achterhoekers en heb ik een beetje uitgehoord van wat betekent het nou om Achterhoeker te zijn. Op de eerste silo zie jij Luca en hij is het zoontje van boerin Suzanne die hier woont op het erf. En hij vertelt het verhaal van de boerderij hier met de Farm & Country Fair, heel bekend. En hij staat symbool voor de jeugd en het boerenleven overgeven op generatie op generatie. Het zijn namelijk 4 op 1 volgende generaties die ik heb geschilderd. Op de tweede silo zie je Jelle van Gorkum en hij is Olympisch BMX'er. Hij heeft een zwaar ongeluk gehad, nog niet zo lang geleden, en is aan het revalideren. Hij staat symbool voor de sport in de Achterhoek en de veerkracht. Dan op de derde silo staat mevrouw Meekes. En zij was een van de oudste bezoekers van de Zwarte Cross. En ze was ook jarig op die dag. Toen werd ze toegezongen door duizenden mensen. En vond ze, het was de beste dag van de leven, zei ze, dat ze dit nog mocht meemaken op haar leeftijd. En toen kwam ze thuis, ze heeft een brief geschreven over hoe geweldig ze het vond en daarna overleed ze. Dus zij staat symbool voor de hechte gemeenschap en het feesten samen met jong en oud, leeftijd speelt het geen rol. En op de laatste silo staat Ronnie Degen en hij is de eigenaar van de Zwarte Cross, van de feestfabriek en festivals zoals Mariana Mariana. En hij staat symbool voor ondernemerschap en het feesten in de Achterhoek. Hoe was dat te doen tussen die silo's? Met dat schoonmaken en dergelijke? Je kan de silo's ernaast geven, mooi weer van hoe ze er eerst uitzagen. Maar deze silo's waren ook echt helemaal vies. Dus we hebben eerst een hele dag met de hoge drukspuit ze schoongemaakt en ze ook mooi kleur gegeven. Dus dat was nog best wel een werk. Ja, en de wind, speelt dat hier een grote rol als je daar bovenin staat met spuitbussen? Nee, dat valt wel mee. Eerder regen. Met regen kan ik natuurlijk niet schilderen. Maar hoe lang blijven die zo beschermd? Ik werk met speciale verf, speciaal voor street art. En dat blijft echt tientallen jaren goed. De kleur zou iets minder worden, maar ik werk met zwart-wit. Dus op zich blijft het levenslang mooi. Zijn er nog meer aanvragen al voor jou? Dit is pas het begin, want dit is het eerste kunstwerk van 9 kunstwerken dat door de Achterhoek, die komen in de Achterhoek, zeg maar. En we gaan een hele street art tour maken door de gehele Achterhoek heen. En volgend jaar gaan we verder met het project, maar dit is alvast het eerste kunstwerk dat we alvast wilden uitvoeren voor promotie. Je praat van we. Zit daar een hele organisatie achter? Ja, zeker. We werken met verschillende organisaties samen.
initiatief vanuit Cultuur Oost en financiering van Cultuur Erfpakgoed en Achterhoek Toerisme werkt mee en Stichting Pak aan en nog veel meer. En nu is ze met spuitbussen in de weer om de portretten weer te geven. Het voormalige terrein van Vion in Lievelde was voor de inwoners jarenlang een doorn in het oog. Na de sloop van de gebouwen in 2013 bleef het terrein leeg en werd er deels ingericht met groen. Ook kwamen er fietspaden en een fietscrossbaantje voor de jeugd. In samenwerking met Lievelds Belang heeft de gemeente Oost-Gelderen nu het park Vossenburg ontwikkeld. Er worden 16 woningen gebouwd en 2 hofjes. De kavels komen voor de zomer van volgend jaar te koop. Het gaat om starters- en seniorenwoningen en een aantal vrijstaande woningen. Tussen het treinstation ligt er voor de Groenlo en de woningen wordt een park ontwikkeld. Ook is men van plan het lokaal dat bij de entree van de slachterij stond te restaureren tot een horecagelegenheid. In Groenlo kon na 13 jaar eindelijk de schop in de grond voor de bouw van 40 woningen op het terrein van Oldenhuis aan de Borkeloseweg. Vanaf 14 oktober kon er definitief worden ingeschreven en er waren meer dan 400 gegadigden. Medio volgend jaar hoopt men te kunnen beginnen met de bouw van de woningen. Het terrein is nu al een kale vlakte, alleen het ketelhuis moest nog gesloopt worden. Dit gebeurde vakkundig met een grote kraan.
een swingende gospel uit Zuid-Afrika, is inmiddels het troostlied van zorgmedewerkers wereldwijd. Zorgpersoneel maakt het bijbehorend dansje en heupwiegen op Jeruzalema. De Zuid-Afrikaanse gospelbeat werd een jaar geleden online gezet door de Zuid-Afrikaanse DJ en producer Master KG. Ook het personeel van het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk bleef niet achter. Iedereen danst met veel enthousiasme mee op het nummer. Het gaat om een stukje ontspanning, hoop en troost en om optimistisch te blijven tijdens deze coronavirus-pandemie. De zorgopleidingen binnen het Graafschapscollege in Groenlo en Doetinchem gaan voorlopig een maand op slot. Dit gebeurt op verzoek van een deel van de zorginstellingen in de Achterhoek uit angst voor corona-uitbraken. Vanaf afgelopen dinsdag worden de lessen alleen nog digitaal gegeven. De besmettingsvrees is groot bij de zorginstellingen nu het virus om zich heen grijpt met vele honderden besmettingen in de Achterhoek. Er wordt van alles gedaan om de bewoners te beschermen zonder de zorgcentra echt op slot te moeten doen voor bezoekers. Studenten van het Graafschap College werken volop in de verpleeghuizen als stagiair. Ze worden daarom gezien als risicofactor als ze elkaar ook nog eens fysiek op school tegenkomen. De zorginstellingen hebben daarom de opleidingen gevraagd geen fysieke lessen meer te geven aan de studenten zorg en welzijn. De school snapt de zorgen en wil zeker bijdragen aan de bestrijding van het virus. Woensdag werd in Winterswijk een teststraat geopend voor mensen met coronaklachten uit het oostelijk deel van de Achterhoek. De teststraat van de GGD zit in een loods aan de Tinbergenstraat op het industrieterrein Veneslat Zuid aan de zuidkant van Winterswijk. Nu moesten inwoners van bijvoorbeeld Aalten, Groenlo, Winterswijk en al die andere plaatsen uit de Oost-Achterhoek nog naar Zelhem. Met deze nieuwe locatie wordt de reistijd voor veel mensen een stuk korter. De GGD had al lange plannen voor een teststraat in deze regio. Er is gekozen voor Winterswijk. Aan de Tinbergenstraat is voldoende ruimte
en het verkeer kan hier goed afgewikkeld worden. Er kunnen straks minstens 240 mensen per dag worden getest. De teststraat in Winterswijk is de derde in de Achterhoek. Beste kijkers, dit was het journaal van deze week. Wij hopen dat u ervan genoten heeft en tot de volgende keer.